Goed, ik ben dus Laurens. Ik werk als Agile Coach al een aantal jaar bij ACA, een vier, vijftal jaar. Doorheen die periode heb ik de kans gehad om met heel wat teams in contact te komen. En een van de zaken die ik terugvond in teams als struikelblok was toch wel forecasting. En dat heeft mij reden gegeven om mij daar iets in te verdiepen, om die teams ook daar de nodige support kunnen in te leveren. Vandaar dat ik het ook wel interessant vond om een keer een presentatie voor te bereiden rond forecasting. Dus forecasting. Waarom hebben we eigenlijk forecasting nodig? Ik denk dat de meesten onder jullie wel allemaal ooit al geconfronteerd zijn met deze vragen. Wanneer zal het gedaan zijn? Hoeveel zal het kosten? Of wat kan opgeleverd worden tegen een bepaalde datum? Als je dan dieper gaat kijken van wat is dan eigenlijk de onderliggende reden waarom dat men die vragen stelt, dan komt men eigenlijk bij het verminderen van onzekerheid. Bij het beter nemen van beslissingen. Je kunt anticiperen en prioriteiten beter bepalen. En een hogere return on investment. Dat zijn de drie waarden waarom dat men eigenlijk wil een forecasting doen. Dan even dieper op ingaan op een forecasting. Wat is een forecasting eigenlijk? Een forecasting bestaat uit twee delen. Een eerste stuk die eigenlijk slaat op een range, een datumrange, een start-stopdatum, waarin dat je denkt van tegen die tijd zal dat kunnen af zijn. En een tweede deel bestaat eigenlijk uit een probabiliteit, die zegt van met zoveel zekerheid gaan we tegen die datum iets kunnen opleveren. En het is nu net dat blauw gedeelte dat ik heel vaak in teams miste, waardoor dat er ook wel een grote mismatch kan ontstaan tussen een development team en ik ga maar zeggen business of klant aan de andere kant. Want een developer vanuit een development team gaat men nogal snel zo met de redenering zitten van ja, wij denken die range, maar er zit daar wel wat risico in. Dus om nu waar eens een cijfer erop te plakken, denkt men dan misschien aan 70-80% zeker. Terwijl dat bij een klant of bij een business misschien gemakkelijker kan geïnterpreteerd worden als een 100%. Waardoor je dat misschien op het einde van de rit wel wat misvattingen en discussies kunt teweegbrengen. Een boek die mij in dit traject enorm veel heeft geholpen en mij heel veel inzichten heeft gegeven, was het boek van Daniel Vacanti. Ik zou dat boek heel sterk aanraden naast het boek die daarnet werd gepresenteerd. Als er nog budget over is voor kerst en nieuw, neem die misschien dan toch ook even mee van. Dat is een superboek voor mij. Die staat trouwens in mijn top 3 ooit van alles die met Agile heeft te maken. Als we willen forecasten, wat zouden we idealiter graag hebben? Dat is dat we bezig zijn met repetitieve taken, met zeer weinig variatie, die zeer hoog voorspelbaar is en met een hoge predictibiliteit. Dat is wat we graag zouden hebben, maar wat krijgen we in werkelijkheid? Dat is dan de taken toch niet zo eenvoudig zijn. Meestal zijn die ook complex. Dingen die we nog niet hebben gedaan. Research die we moeten doen. Spikes vertaald zijn dat meestal in Jira. Hoge variatie. En daarbij komend eigenlijk nog de samenwerking van mensen ook. Wat ook niet altijd evident is. Het maakt het allemaal veel moeilijker. Dus in de werkelijkheid introduceert dat een risico en een grotere vorm van onzekerheid. Daarbij aansluitend even een woordje over flow. Wat is flow in feite? Flow is uw movement, zoals daar staat, is uw movement en oplevering van customer value doorheen een proces. En het is nu net die customer value die voor bedrijven eigenlijk de reden van bestaan is. Uw volledig proces zou daar rond moeten georiënteerd zijn om die flow te optimaliseren. En is uw proces dan op dat moment niet voorspelbaar, dan zou je eigenlijk wel best beginnen kijken naar uw flow die eventueel poor is. En daar had ik u aan om eigenlijk te gaan kijken naar alles die vastzit. En daarmee bedoel ik ook, je kunt dat een beetje vergelijken met een magazijn. Als je overal begint stok te bouwen, zit ook alles vast. Dus je zou eigenlijk moeten kijken naar op het einde van je flow. En vandaar proberen de zaken weer los te krijgen en zo terug te gaan naar het begin van je flow. Men praat hier over cues.
Nog een kleine bijnoot, ook nog van Daniel Vacanti, is dat predictability is niet iets wat je zijt. Dat is iets waar je aan werkt. Dat is een proactief werkwoord. In die zin, de acties die je vandaag onderneemt, gaan je voorspelbaarheid van morgen beïnvloeden. Dus dat is iets waar je ook constant moet mee bezig zijn. Dan even overschakelen naar wat metrieken en ja, Little's Law. Ik wil u toch nog een paar wijsheden delen over metrieken, die mij toch ook wel wat meer inzicht gegeven heeft. Van, ik ben ook vaak geconfronteerd geweest met metrieken waarvan ik me dan achteraf afvroeg van ja, wat is de added value van zo'n metriek? En dat vind ik, die eerste quote hier al, vind ik al super interessant, dat de auteur van The Goal zegt hier van zeg mij hoe dat je mij gaat meten en ik ga u zeggen hoe dat ik mij ga gedragen. En ik heb dat al vaak gezien in metrieken die puur, om een voorbeeld te geven, die puur story points van bijvoorbeeld een sprint meten en waarvan het team eigenlijk afgemeten wordt op het aantal story points dat worden opgeleverd. Door zo'n metriek, op zich kan die metriek goed zijn, maar door zo'n metriek te gebruiken, verhoogde wel de kans dat ontwikkelaars bewust of onbewust misschien wel sneller beginnen te gamen, omdat de storypoints dan toch zouden af zijn. En in die context vind ik die metriek dan misschien iets minder waardig. Een andere quote die ook interessant is, dat alles die je meet, zal ook verbeteren. En een laatste van de auteur van de Lean Startup, Eric Ries, die ook beweert van metrieken heb je eigenlijk maar nodig als je helpen om beslissingen te nemen. Ik wou die drie quotes toch even meegeven. Mocht je ooit nog metrieken maken, hou er misschien even rekening mee. Dus nu even terugkeren op forecasting. Wat zijn drie metrieken die vooral van belang zijn in functie van forecasting? En de eerste is je work in progress. De definitie staat eronder. Alle units van die customer value opleveren die in een bepaald proces zitten en die er nog niet uit zijn. Dus ze zijn in dat proces gekomen en ze zijn er nog niet uit. En dat kan, je kunt dat zien op vlak van één status of meerdere statussen. Ik denk dat de meeste ook wel, op het moment dat iets in development zit, dat er daar meerdere statussen in zitten. Dat kan allemaal gezien worden als work in progress. En tweede is uw cycle time. Dit is de waarde die u zal helpen bij een van de initiële vragen die we in het begin hadden, van hoe lang duurt het om iets af te werken. De flow efficiency heb ik daar ook even bij gezet. Dat lijkt mij ook een zeer interessante te zijn. Dat is zo de verhouding tussen de tijd dat je nodig hebt om een ticket doorheen je flow te krijgen in functie van de tijd dat je er werkelijk mee bezig bent geweest. Het kan zijn dat het ticket een week nodig heeft om door je flow te gaan, maar als je kijkt naar je werkelijke touch time, is dat misschien maar één dag geweest. Dus die verhouding daartussen is ook eigenlijk een interessante afleiding van de cycle time. Een derde metriek die heel interessant is uw throughput. Dat bepaalt de number of units, work in progress, completed per unit of time. En dat zal u helpen om te bepalen van hoeveel features tegen welke tijd of welke datum dat je dat kunt opleveren. Little's Law. Ik heb geen zin om hier nu veel wiskunde toe te lichten, maar dat is een law dat komt uit de queuing-theorie. En dat zegt, aan de hand van een voorbeeld daaronder is het misschien even gemakkelijker, die zegt van, kijk, ongeveer, stel je hebt een winkel, je hebt 10 customers, 10 bezoekers per uur in je winkel. Dat is die lambda. En elke bezoeker blijft gemiddeld een half uur in je winkel. Dan mogen we zeggen, gemiddeld gezien, dan er 5, dan er op elk moment gemiddeld gezien, dan er 5 klanten in je winkel zijn. Dit is ook vertaald geweest nu naar de metrieken van daarnet. Dus de vertaalslag geeft dat uw cycle time eigenlijk de verhouding is van uw work in progress ten opzichte van uw throughput. Wat willen we hier nu eigenlijk bekomen? Dat is eigenlijk willen we die cycle time zo laag mogelijk krijgen. Waarom willen we die zo laag mogelijk krijgen? Omdat we zo snel mogelijk iets willen opleveren aan de klant, zo snel mogelijk value ook krijgen en zo snel mogelijk return krijgen, zodanig dat we de dingen ook snel kunnen aanpassen zodat het ook weer snel door kan. Om die cycle time nu zo laag mogelijk te krijgen, kunnen we twee dingen doen. Oftewel proberen we die work in progress naar beneden te krijgen, oftewel proberen we die throughput omhoog te krijgen.
de work in progress naar beneden krijgen heeft zijn limieten. In die zin, als u met een team van 5 mensen zit en probeert die work in progress naar 0 te krijgen, ja, dan is niemand nog aan het werken. Dus je gaat sowieso het aantal mensen die in uw team zitten, hadden nog altijd het aantal tickets hebben waarmee dat men aan het werken is. Dus even een vertaalslag nu van die Little's Law in actie. Een grafiek die dat zeer duidelijk toont, zijn cumulatieve flowdiagramma's. Die zitten standaard ook in Jira, maar wij hebben hiervoor een add-on gebruikt, waar ik later ga op terugkomen. Maar even een toelichting over hoe dat je zo'n grafiek eigenlijk kunt interpreteren. Dus verticaal zie je de cumulatieve kwantiteit van tickets en onderaan zie je de tijdslijn. Je hebt daar twee belangrijke lijnen in, die twee rode lijnen. Alle tickets die komen binnen langs boven, dat is je gemiddelde arrival rate. En alle tickets die onderaan komen, die zijn tickets die buiten gaan. Als je dat verleidt met tickets in een bank, dat is bijvoorbeeld een ticket die klaar staat voor ontwikkeling bovenaan. En onderaan is dat een ticket die afgewerkt is door ontwikkeling. Ieder team heeft daar natuurlijk wel zijn eigen definitie aan van wat is af. Bij de ene staat dat in test, bij de andere staat dat in productie. Dat is te bepalen per team. Uw work in progress, op een bepaald tijdsmoment, als je gewoon verticaal kijkt, uw hoogte tussen die twee lijnen bepaalt uw work in progress. En de horizontale lijn bepaalt bij benadering uw gemiddelde cycle time. En inderdaad, zoals ik daarnet zei, alles komt binnen langs boven en gaat naar beneden langs buiten. Gaat buiten langs beneden. Die lijnen gaan altijd naar boven. In feite, als die lijn naar beneden gaat op je grafiek, is dat iets in je flow die eigenlijk niet klopt of kan. Die lijnen zouden altijd moeten naar boven gaan, omdat dat cumulatief is. Backlog items neem je hier best ook niet in op, want die backlog kan eigenlijk enorm groeien, terwijl dat dan niet zegt over de manier waarop men aan het werken is daarmee. Dus van die grafieken heb ik een aantal patterns gedefinieerd, waar ik nu heel snel even doorfiets, want het zijn er heel wat. Ik ga er misschien een paar heel kort toelichten, eentje te ver. Zo zie je dat die eerste bijvoorbeeld wat divergeert. Dus alles wat dat binnenkomt ten opzichte van wat dat buiten kan, gaat, dat wil zeggen dat je eigenlijk een beetje aan het aanmodderen bent. Op den duur hadden we dat niet meer kunnen boldraaien, wat er allemaal binnenkomt. De volgende is flatlines. Je kunt ook beginnen kijken wat is de oorzaak daarvan. Dat kan verlof zijn, dat kan van alles zijn. Die volgende heeft zo'n trappicus, een trappicumodel. Dat is typisch ook een waterfall systeem. Die andere lijkt mij altijd wel interessant. Als er zo van die bubbels zo zijn, om dat eventueel mee te nemen in de retrospectief en te kijken wat kunnen we daaraan doen, dan die bubbels er niet meer zijn. Van de energie die bijvoorbeeld hierin zijn gestoken, kon misschien verdeeld zijn over de ander, waardoor dan we toch meer throughput hadden gekregen. Dit is eentje die gaat over disappearing bands. Kun je wat vragen, hebben die nog nodig of niet? Dat is typisch een start-stop. En dit is zo eentje waarvan ik u afvraag van ik zie daar niets aan. Die is inderdaad wel wat boring. In zo'n geval kun je nog altijd kijken om die lijnen dichter bij elkaar te krijgen om die helling wat groter te krijgen. Goed, naar meer predictabiliteit. Daar zal ik nu even wel snel moeten over fietsen. Er zijn een aantal topics waarop dat je zou kunnen werken rond team. Een hele belangrijke is waste. Een andere is kwaliteit, kennis en het geheel. Die slides worden waarschijnlijk toch nog achteraf gegeven. Men kunt dat nog wel een keer kijken in die details ervan. Het zijn er heel wat. En in feite is dat een andere talk op zich om daar dieper op in te gaan. Maar ik geef ze wel even vlug mee. Twee boeken die mij daar enorm veel mee geholpen hebben, was de Implementing Lean Software Development en de Team Topologies. Heb je geen tijd voor die boeken, dan denk ik dat een coach hier op zo'n moment misschien ook nog wel aangeraan is om je daarin te ondersteunen. Nu, even naar forecasting dan terug. Monte Carlo simulaties. Wat is een Monte Carlo simulatie? Ik kan dat niet mooier zeggen dan die definitie. Dat is eigenlijk een techniek die je voor probability of different outcomes in functie van risico's en uncertainty. Als er zeer veel risico en onzekerheid is, dan is het ook moeilijk om een lineaire forecasting te doen. En daar zijn twee principes echt wel van belang. Een eerste principe is dat je hebt een aantal samples nodig. Je hebt data nodig van dingen die je gedaan hebt. En je samples die nodig zijn, dat is wel belangrijk dat die echt wel random zijn. Dus even een voorbeeld van, ik denk dat dat wel misschien een beetje abstract is. Je hebt zes dobbelstenen, je gooit die waarde en je kijkt wat die som is.
Dus dat zijn de waarden van die dobbelstenen. Nee, die geeft de som van 15, 22 en zo. En dan zouden we op het laatste kunnen kijken van, kijk, als ik dat een aantal keer doe, wat zijn mijn outcomes? Dus een minimale waarde 6 keer 1, dat kan 6 zijn. En je kunt maximaal 6 keer 6 hebben, dat is 36. Als ik dat vertaal naar een grafiek, dan krijg je zo'n grafiek. Waarbij je dan bijvoorbeeld kunt zeggen van, kijk, ik kan hier met 85,5% zekerheid zeggen dat als ik met mijn dobbelstenen gooi, dat ik meer heb dan 17. En het is nu net dit principe dat we kunnen toepassen op stories ook, om de forecasting te doen. Ik ga dat straks tonen in die demo, dat zal wel iets duidelijker worden dan. Nog heel kort even dan over de vraag van hoeveel data hebben we eigenlijk nodig. Veel data is er eigenlijk niet nodig. En de data die je nodig hebt, je hebt ook niet veel attributen nodig. Dus ik heb hier, ik ga het even ter verduidelijking dat erbij zetten. Je hebt wat info om te weten van als ik hier ergens een ticket heb, dat je weet over welk eentje dat ging. En uw statussen en welke dat uw ticket kan doorlopen. En die heb je nodig voor uw cumulatieve flowdiagramma, uw scatterplots en uw filters. Dat zien we straks in de demo. En uw werkelijke forecasting dat je nodig hebt, is die laatste hier vooral. En die is in de meeste gevallen closed, maar dat kan eigenlijk ook zijn deployed in UAT of ready for acceptance of wat dan ook. Het is eigenlijk de status waarin dat het team kan zeggen van kijk, ik geef mijn ticket hier af, voor ons is die af. En dan heb je nog het type van je ticket. En al de rest is extra info dat je eigenlijk niet nodig hebt. Dus als we kijken naar hoeveel data hebben we dan werkelijk nodig, ja, dan heb je die wet van grote nummers. Die zegt van ja, hoe meer data, hoe meer dat je naar je middel gaat beginnen werken. En dan aan de andere kant heb je dan eigenlijk je rule of five, die zegt van kijk, neem 5 willekeurige items uit een bepaalde populatie. En ik kan nu met 93,75% zekerheid zeggen dat de mediaan daartussen ligt, tussen de kleinste en de grootte van die 5. Dus nu vertaald naar de praktijk, wat geeft mijn gevoel daarin? Dat is dat als je met 2 à 3 weken met een team werkt op kruissnelheid, dan denk ik dat je voldoende data hebt, om een goede forecasting te doen. Ja, even demo. Ik heb hiervoor een add-on gebruikt, dat is Actionable Agile Metrics voor Jira. Die is zowel voor Jira als Azure beschikbaar. Ik ga even overschakelen nu naar even naar de demo. Escape. Hier. Yes. Jullie zien dit? Ja, kom door. Ja. Langs. Goed. De eerste grafiek dat ik even wil delen met jullie was de cumulatieve flow. Ik heb daarnet gezegd dat je eigenlijk je backlog niet moet meenemen. Als ik die toch even zou meenemen, krijg je dit. Dat is al een zeer vertekend beeld van wat het development team eigenlijk gedaan. Want dat is alles wat er hier in de backlog klaar stond. Wat dat op dit moment niet nodig. Dus je ziet hier ook dat die lijnen liggen behoorlijk evenwijdig. Wat voor mij wel een indicatie is dat dit team relatief goed voorspelbaar is. Als dat zeer zou divergerend zijn, wordt dat al heel wat moeilijker. Je kunt hier ook inzoomen op een bepaalde tijdzone. Misschien even nog terugkeren. Dit is toegankelijk vanuit elk project dat je hebt in Jira onder reports. En ik heb hiervoor een import gebruikt. Je kunt hier verschillende dingen doen. Je kunt hier een bepaald bord opladen. Je kunt een bepaald project opladen. En je kunt eigenlijk ook een import doen van een CSV-file. Dit is nu een import geweest van een CSV-file. Omdat die klant met zijn eigen systeem werkt. En ik heb gewoon de data eruit gehaald en hierin gepompt. Dan een ander grafiekje, dat is uw throughput dat ik even wil tonen. Uw throughput run charts, dat was één van de zaken, van de belangrijke metrieken die ik getoond. We kunnen hier ook zien naar de gemiddelde toe, dat de throughput hier eigenlijk stijgt. Ja, behalve hier nu dat dipje, maar de throughput is doorheen de periode wel een beetje gestegen. En je kunt hier ook wel aan sleutelen, je kunt hier aan wijzigen ook. Je kunt hier eigenlijk, en dat kon ik daarnet eigenlijk ook doen, misschien even nog terugkeren, hier kon ik ook bepalen welk soort type tickets dat kon nemen. Want dit gaat nu bijvoorbeeld alleen over user stories, maar kon ik eigenlijk task en bugs ook meenemen. Ter verduidelijking. Dan een andere grafiekje dat ik nog even wil tonen met jullie, aan jullie, is de WIP run chart. Dat is uw work in progress. Je ziet er in het begin van het project is men bezig geweest met veel meer dingen gelijktijdig. En naarmate we vorderen, ja, oké, okay, behalve dit piekje, dan is dat wel verbeterd. Dit is verminderd geweest.
Ook hier kun je een aantal parameters configureren zoals je die wilt. Misschien dan nu even naar de kers op de taart, dat is de voorspelling. Daar zijn er twee van, de Monte Carlo simulaties, how many. En hier krijg je een beeld van het aantal, ook hier kan je dat filteren. Ik ga kijken, die staan even op stories. Ja. Dus je kunt hier zeggen van kijk, ik heb hier een zicht van al mijn stories en dat zijn allemaal datums. En hier wordt er gewoon getoond hoeveel stories dan er op een bepaalde datum zijn opgeleverd. Een bepaalde status hebben gehaald. Want ik heb dat hier aangezet tot aan closed. Ik zou eigenlijk kunnen gaan tot aan resolved. Oké. Ja. Voilà. Ik zou dit kunnen doen om te zeggen, kijk, tot resolved, de closed is iets wat de klant eigenlijk doet. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen, dat is hier niet nodig. En ook dan, zouden we, als we willen een forecasting doen, zouden we kunnen kijken naar de grafieken en zeggen van kijk, ja, welke is nu een periode dat we kunnen nemen als een goede referentie van dat team. Stel, ik neem nu even de periode van hier tot hier, want misschien is er hier iemand vervangen geweest in het team en dat we vanaf hier weer opnieuw mooi op cruise-snelheid zetten. De lijn hierboven is eigenlijk gewoon een detaillering van de lijn die daaronder staat. Dus wat geeft dat hier? Dat geeft hier nu een basissimulatie van 10.000 van die Monte Carlo simulaties. Je kunt dat nu beginnen opdrijven naar 1 miljoen. En wat kunnen we nu bijvoorbeeld doen? Is gewoon zeggen van kijk, laat ons zeggen, het team begint volgend jaar inderdaad van januari. En ze stoppen, ja, de datum staat eigenlijk al goed. Het eerste kwartaal, hoeveel stories kan dat team in het eerste kwartaal opleveren? Ik zal die even opdrijven naar 1 miljoen. En dat kunnen we, en dat zijn die percentielen die hier staan. Hebt u 50, 70, 85 en 95% percentielen. Die zeggen ik eigenlijk van, ik kan u met 50% zekerheid zeggen. Wacht, hier staat het. Met 52% zekerheid, dan er meer dan 72 stories kunnen opgeleverd worden. En dat kun je hier ook nog aanpassen. Dus dat je zegt van, ik voel me comfortabel met een 70% zekerheid. Dan zie je hier hoeveel stories tegen welke datum kunnen opgeleverd worden. En een andere kijk daarop is meer van wanneer zal het opgeleverd worden. Stel, we hebben een bepaalde scope, 100 stories. En dat is hier een tweede dan, win. Ik neem dezelfde periode en ik zeg, ik wil het nu voor de... even veranderen naar 80. We beginnen op 1-1, dat is misschien ook, dat doet er niet toe. We beginnen op 4 januari. En er moet 80 stories moeten gemaakt worden. En ik laat een simulatie runnen van dit team. En ik kan zeggen hieronder aan de hand van die kalender van kijk, al dat rood, dat zal niet lukken. Vanaf dat oranje zitten met een 50-70% zekerheid. 70% zekerheid vanaf hier. En ik kan nu al bijna met een gerust hart zeggen, eind april zal dat kunnen opgeleverd worden door dit team. Een groot voordeel daarvan hier is ook dat je even kunt beginnen scalen. Ik weet ook, als er iemand in het team binnenkomt of weggaat, of je vervangt iemand, dat dat niet zo evident is om te zeggen van ah, dat is een robotje, eruit, erin, en we werken even productief. Maar opnieuw, laat met die persoon een week of twee, drie samenwerken en kunnen een nieuwe forecasting doen. Maar zou die bijvoorbeeld kunnen zeggen van kijk, die 80, stel we hebben een team van 5 mensen, we doen er nog een zesde bij, dus dat is 1/5, dat is 1,2. En dan laat hij de simulatie opnieuw lopen en dan zie je opnieuw van wanneer dat het haalbaar zou zijn. Dus ik heb al toch wel een aantal klanten gezien waarvoor dat echt wel added value kan betekenen om die simulatie te kunnen doen. Plus, je doet het heel snel, on the fly. Ik vind dat super interessant. Een kanttekening die ik hier kan bij maken, of een vraag die hier wel kan ontstaan, is ja, is het dan nog nodig om stories in te schatten? Op zich is dat een zeer boeiende vraag, vind ik. Ik vind stories inschatten altijd interessant, al was het maar om een shared understanding te hebben van wat er moet gedaan worden. Maar ik denk dat het voor het toepassen van zo'n forecasting niet nodig is. In die zin, dat systeem gaat er hier ook wel vanuit dat je stories altijd wel mooi verdeeld zijn. In die zin, ik kan me niet inbeelden dat je eerst al je stories van 5 punten dat gaat doen en dan allemaal van 3 en dan allemaal van 2, 1 of een halve. Dat zal altijd een mooie mix zijn. En naar je forecasting, naar de toekomst toe, je tickets dat je in de toekomst gaat doen, gaat volgens mij ook altijd een mooie mix daarvan zijn. Waardoor dat hier, ja, zich dan mooi vertaald in een goede forecasting. Zelfs rekening houdende met verlofdagen en zo, als dat over een goede vaste periode gaat, een ruime periode als referentie,
Er zit daar ook verlof in. Dus hij houdt daar ook wel rekening mee. En is het dan in die mate zo erg dat kunnen nog altijd zijn van kijk, ik zit even met mijn team samen en ik kijk hoeveel verlof dat er is nog gepland in de komende tijd. En voor die simulatie hier te doen, kun je uw begindatum dan misschien een paar dagen opschuiven in functie van die verloven. En dat krijg je dan nog altijd een goede forecasting. Zo, ik denk dat dat ja, heel wat was in een nutshell van een half uur dan. Ik heb getracht om zoveel mogelijk u informatie te geven daarover. Ik denk dat ik het hier waarschijnlijk mee kan afronden. Ik weet niet, Peter, of hier vragen rond zijn. Die wil ik met plezier beantwoorden. Ja, Laurens, bedankt alvast voor de toelichting. Voorlopig lijken er nog geen vragen te zijn binnengekomen, okay. Maar we hebben nog een paar minuutjes, dus als iemand nog wenst, dan kan er zeker nog een vraag gesteld worden. Ja, maar ik kan misschien nog iets anders tonen ook. Heb hier nog een dashboard ook, die ook interessant is. Die ook wel wat cijfers geeft over die metrieken die we daarnet gezien hebben. Uw arrival rate, throughput, WIP. Dit zijn trouwens cijfers die je volgens mij wel... Want vroeger was ik niet zo fan om cijfers van teams naast elkaar te leggen. En zeker als het gaat over velocity en zo. Want ieder team heeft zijn eigen ding daar rond. Maar als het gaat over throughput en zo, ik denk dat je dat wel even kunt tegenover elkaar leggen. Al was het maar om gewoon te challengen van, kijk, zij zitten met een throughput die dubbel zo hoog ligt als bij jullie. Hoe komt dat? Al wat ligt dat? Zijn die stories misschien te groot? Of kan dat geoptimaliseerd worden? En dit is dan hier inderdaad die Monte Carlo's die u ergens een beeld geven opnieuw. Van welke zekerheid kunnen tegen wanneer wat opleveren. Er zijn er hier nog een aantal, maar ik denk dat half uur bijna om is en dat het misschien niet zo zinvol is om daar nog even op terug te gaan. Hier maar misschien. Nee. Er is nog één vraagje binnengekomen, Laurens. En die komt van Erik met de vraag, de simpele vraag, gaat het hier om een dure plugin? Een hele goede vraag. Ik denk van niet. En in alle eerlijkheid, ik heb die vraag binnen ACA ook gepost. En de collega's die zich bezighouden met alles rond Atlassian, hebben dat opgevangen. En ik heb gewoon op een bepaalde dag de feedback gekregen van, ja, het staat er voor u. Ik heb onlangs nog een keer gekeken. Ik denk dat het, als ik me niet vergis, $1 per gebruiker per maand was. Dus nee, ik denk niet dat dat duur is. Voor Erik, misschien een van de volgende sessies zal Actionable Agile, die de plugin ook ontwikkeld heeft, zelf ook spreken op het event. Dus daar kan dat eventueel ook opnieuw gesteld worden.